En wij besluiten het binnenlands nieuws met de weersverwachting van de Meteorologische Dienst Suriname. Die geldt voor 24 uur vanaf vanavond 7:30. Het weer van vandaag zal zonnig en droog zijn. Tegen het einde van de nacht kan plaatselijk nevel of mist ontstaan, vooral in bosrijke gebieden. Morgenmiddag is er kans op lichte onweersbuien, vooral in het kustgebied. De meteorologische dienst waarschuwt dat de gevoelstemperatuur morgen kan oplopen tot maar liefst 42 graden. Het advies is om de nodige voorzorgsmaatregelen in acht te nemen. Ook geeft de dienst aan dat er kans is op windstoten, voornamelijk langs de kust.